goed nieuws, want haar visagist is niet te beroerd om haar beautygeheim met ons te delen. Visagist Sir John heeft een indrukwekkende klantenlijst. Chrissy Teigen, Kim Kardashian, Naomi Campbell, ze zweren allemaal bij zijn maquillage. Is there a signature look? I love skin, so I like skin to look like skin. I like it to look like skin and not like a moth. You're inundated with product, absolutely. But also I love eyes, I love anything that's impactful. So it can be a statement eye, it can be statement lips, it can be highlighter and contouring, but as long as it looks aspirational. De make-up artist mag zijn creativiteit ook loslaten op de allergrootste ster van dit moment, Beyoncé. And she reinvents herself all the time. Sure. You're part of that. It's not so much about me, as even though I want to go in and give a look that will get pressed the next day or whatever, mm-hmm. It's about harmony between the hairstylist, the stylist, the wardrobe, and all these kind of, it's that exchange of ideas mm-hmm. that makes her shine. I woke up like this, we flawless. Sort of Beyoncé is a big fan of yours. We're fans of each other. Nou, en of ze fan van elkaar zijn. Her son is named Sir. Sir. To Sir. Has got something to do with you? I can't take credit for that, ladies no? and gentlemen. I'm going to say that it's wishful thinking on my part. But it was the most popular week I've had, ever. Normale stervelingen komen natuurlijk nooit zo dicht bij Queen Bee. Maar het goede nieuws is, we kunnen er wel net zoals zij uitzien. So the goal is to mimic like you woke up like this. Don't you think we have to be careful with how we teach and what we teach, because we teach so much about contouring and highlighting, and but if they don't know how to blend and if they don't use with primers and things like that, they're all gonna be like freak show. So this is the age of exploration when it comes to beauty. So as long as you're in the game, I think I see no wrong, you know. But I do want people to come back, or women to come back from the dark side with using too much eyelash or too much foundation or the wrong color foundation. So it's really all about sort of getting them back on the rails, if that makes any sense. Ja, lekker. Frank en ik zaten in de make-up. Ja. En die dames stonden echt waar bijna op hun stoel, omdat hij in Nederland is. Ja, leuk, hè? Nou, wat is er dan zo knap aan hem? Ja, ik bedoel, dan werk je met Beyoncé. Ja, dat is toch een van de grootste artiesten die we in de wereld hebben. En dan ben je verantwoordelijk voor het merendeel van die looks die elke keer, als zij weer wat toont, toch de voorpagina's halen. Ja. En deze man is een ongelooflijk leuke, innemende Amerikaan, dat wil zeggen, het lampje gaat aan en bam, daar komt die riedel uit. Maar het is echt een oprecht leuk mens, een prettig mens. Dat zegt hij ook. Er zijn heel veel mensen die goed make-up kunnen doen, maar je moet ook nog leuk als mens zijn. Want je bent toch de laatste die nog bij iemand is voordat ze hun trucje moeten gaan doen. En je komt en dat heel is dichtbij. Hij. En je komt heel dichtbij. Dus maar heel erg leuk. Heeft hij gewoon mazzel dat hij Beyoncé doet, of kan die ook echt wat? Nee, goed, hij kan ook echt wat. Hij is jarenlang een assistent geweest van Charlotte Tilbury. Is ook een enorme naam in de make-up wereld. Uiteindelijk is hij een aantal jaren geleden, mocht hij namens Charlotte Tilbury haar make-up doen van Beyoncé. En dat klikte. En dan uiteindelijk ga je met elkaar verder. Ik bedoel, hij is al een paar keer in Nederland geweest, onder andere omdat hij haar vergezeld op die tour. En nu was hij in Nederland om een masterclass te organiseren. En dat is wel een klein beetje een trend. Hè? Op dit moment zijn toch heel veel visagisten van de grote internationale sterren die zelf ster aan het worden zijn. En die vinden het leuk om hun kennis te delen. Hij is daarin niet de enige. Mario, dus zeg maar de huidige visagist van Kim Kardashian, die gaat de hele wereld over met zijn masterclasses. En hij is eigenlijk nu daar ook mee bezig. Door de Dutch Beauty Academy is hij naar Nederland gehaald. En dan voor €400 mocht je dan bij hem in de zaal komen zitten. Vandaag was dat om zijn tips en tricks te horen te krijgen. En ik geloof daar heel erg in. Ik bedoel, je kunt tutorials kijken, je kunt print op bladen zien wat is goed, maar het echt van iemand horen en het daadwerkelijk zien hoe iemand dat doet, daar leer je uiteindelijk maar het allermeeste. Maar wat is dan van wat hij heeft? Want je kan weinig verpesten aan Beyoncé. Die is prachtig van zichzelf. Wat is dan daar zijn handtekening? Daar gaan we vanuit. Ik heb hem ooit een keer gezien zonder haarwerk en zonder make-up. En dan schrik je toch wel een klein beetje. Ja? Oh ja, schrikken, laat ik het zo zeggen. Het is niet degene die we zo heel erg mooi in een videoclip zien. Nee. Dus daar gaat uiteindelijk natuurlijk wel wat make-up op. Zijn signature look is die mooie, dewy skin, een beetje glow, een beetje dat gezonde, dat frisse. Maar om dat zo gezond en fris te krijgen, gaat er natuurlijk wel wat aan vooraf om het er zo uit te laten zien. En dat is dan ook zijn ding. Hij zegt, luister, er zijn heel veel dingetjes in een potje verkrijgbaar, maar we moeten ons ook bezighouden met de binnenkant. En dat houdt in, hij zorgt ervoor dat er altijd heel veel water is. Hij geeft ze allemaal boerenkoolsap. Ik zeg, oké, ik ben al heel veel dingetjes gewend. Gember, noem maar op, met boerenkoolsap. Nee, dat was de grote trend. Als je dat maar heel veel gaat drinken, dan krijg je die glow van binnenuit. Oh, die schrijven we even hij op de meiden. Hij veegt bij al die meiden het zout van de margarita's van het randje af. Want zout, daar zwel je van op. En dat is het laatste wat ze uiteindelijk moeten doen. Maar Leko, en zo hebben wij uiteindelijk een uur te praten. €400 per persoon? Ja.
Klinkt is beter dan 500. Klinkt als een goed idee voor jou. Ja. Dat klinkt... Nou, ik bedoel dat ook. En ik moet wel zeggen, ik krijg wel steeds vaker de vraag of we dat niet meer moeten gaan doen. Ja, Leko, ik wil ook naar jou toe. Kan je alsjeblieft een masterclass doen? Want ik kan me zo niet opmaken. Dat is echt nodig. Dan ga ik het jou leren. Voor 400 euro wil hij dat. Voor 400 euro wil ik dat met liefde voor jou doen. Maar we zijn vrienden. Korting? Jij krijgt zeker korting en je zit op de eerste rij. Nou, ik wil dat afspreken. Oké, nee, maar even zonder. Ongelooflijk leuke man. Heel erg leuk om met deze man te spreken. Hij is al een aantal keren in Nederland geweest. En zijn grootste wens is, daar komt het, om uiteindelijk in Amsterdam te gaan wonen. Oh. Een huisje te hebben hier op de gracht. Want hij vindt Amsterdam de leukste plek op aarde. Oh, en wij houden een gaatje voor hem vrij hier in de fysicisten. Dat bedoel ik. Dankjewel, Eko.